Claudia Beumer, de woningstichting Sint-Jozef, die bestaat 100 jaar. Wat betekent dat voor u en voor de stichting? Nou, dat is niet zomaar iets, hè? 100 jaar volkshuisvesting hier in Almelo. Het is natuurlijk een geweldig mooie jubileum. Wonen, dat doet ertoe. Dus het is zeker van betekenis, niet alleen voor mij en niet alleen voor onze stichting, maar zeker ook voor onze huurders. En hoe willen jullie daar uiting aan geven? Nou, dat doen we op hele verschillende manieren. We hebben vorig jaar bij de huurders opgehaald wat zij leuk zouden vinden. En dat was onder andere een presentje voor de huurders. En daar geven we nu ook gehoor aan vandaag. En ja, wat houdt dat presentje in en hoe gaan jullie dat doen? Nou, dat presentje is ontzettend leuk. Het is een reep van Tony Chocoloni in een heel leuk doosje. En er zit een felicitatiekaart bij. En daar zit ook een cadeaupas bij, een VVV-bon van 10 euro. En daarnaast maken 10 huurders kans op een gouden wikkel. En die gouden wikkel is 100 euro waard. Ja, en hoe komen al die cadeautjes bij de mensen? Nou, dat is extra leuk. En dat heb ik niet zelf bedacht, dat hebben de collega's bedacht. Al mijn collega's gaan op pad. Huis aan huis aanbellen bij al onze huurders. Hun feliciteren met het 100-jarig jubileum en tevens het cadeautje overhandigen. En zijn er al wat presentjes overhandigd? Ja, wij zijn vorige week gestart met het bezorgen van alle presentjes. En dat doen we in verschillende wijken, 2 en 2 of met z'n vieren. En ontzettend leuke reacties hebben we tot nu toe gehad. En hoe lang gaan jullie er nog mee door? Met de volkshuisvesting heel erg lang. Maar als het gaat om de bezorging van de presentjes, hopen wij natuurlijk dat het bezorgd is voor de felicitatiedatum, voor het jubileumdatum. Dat is 24 november. Juist, want die 24 november, dat is de echte datum waarop jullie 100 jaar bestaan. En gaan jullie daar nog een speciaal feest aan verbinden? Ja, we gaan dat natuurlijk niet helemaal alleen maar beperken tot onze huurders. We hebben namelijk ook hele belangrijke stakeholders die een bijdrage leveren aan 100 jaar bestaan van Sint-Jozef. Dus er komen stakeholdersbijeenkomst. Daar hebben we allerlei relaties en partners uitgenodigd. Dat is op donderdagmiddag 21 november. We hebben nog een bijeenkomst met onze vrijwilligers, dat vind ik heel erg belangrijk. En we hebben ook nog een bijeenkomst met onze medewerkers, want die staan toch iedere keer weer klaar om alles te realiseren voor onze huurders. En dat doen we op zaterdagavond 23 november.